Leren is moeilijk en je zult bij sommige vakken meer moeite hebben om goed te leren dan bij andere vakken. Maar niet alles hangt af van talent. In deze video laat ik je 8 tips zien. Tips die ervoor zorgen dat je beter leert, maar waarvoor je geen speciaal talent nodig hebt. Zorg dat je op tijd begint. Door op tijd te zijn benut je zoveel mogelijk van de lestijd. Ook kun je relaxter beginnen als je op tijd aanwezig bent. Door te laat te zijn verstoor je niet alleen je eigen les, maar ook die van je klasgenoten. Op tijd zijn betekent ook je boek en schrift op tafel hebben liggen, je tas van tafel. Kort gezegd, als het tijd is, ben je helemaal klaar om actief aan de slag te gaan. Wat geldt op school, geldt ook thuis. Zorg dat je ook echt kunt beginnen op het starttijdstip dat je zelf hebt gekozen. Snoep niet al direct kostbare werktijd af van je planning. Begin je op tijd, dan mag je ook op tijd weer stoppen. Goed leren gaat niet zozeer om de kwantiteit, het aantal uren dat je eraan besteedt, maar minstens zoveel om de kwaliteit. Zorg dat als je werkt voor school, dat ook 100% gefocust gaat doen. Deliberate practice wordt dat ook wel genoemd. Zorg dus dat je niet wordt afgeleid door randzaken. Kletsen, dagdromen, je mobiel, de tv. Dit geldt niet alleen voor de schoollessen, maar zeker ook voor je thuiswerk. Zorg dat je een vaste werkplek hebt waar je zo min mogelijk afleiding tegenkomt. En werk hard. Leren gaat met pieken en dalen. Sommige leerstof snap je in één keer. Maar je zult ook te maken krijgen met frustraties. Waarom doe ik dit alweer fout? Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Soms zul je meer tijd moeten steken in je werk dan dat je vooraf had ingepland. Accepteer dat en bedenk dat de aanhouder wint. Heb je hard moeten werken om iets te presteren, dan geef je dat ook veel meer voldoening en energie om te beginnen aan de volgende berg. Onderuit gezakt in je stoel liggen, je hoofd in je hand leggen tijdens de les. Je straalt daarmee niet alleen passiviteit uit richting anderen, maar je zult zelf ook minder in staat zijn om nieuwe stof op te nemen, om gefocust aan de slag te gaan. Dus ga altijd rechtop in je stoel zitten, neem een actieve houding aan tijdens de lessen. En dit geldt ook voor thuis. Werk niet liggend in bed of op de bank aan school. En ga na of je stoel en je werktafel op de juiste hoogte staan voor jou. Zit je actief? Dan wordt actief werken ook een stuk makkelijker. Net zoals veel dingen in het leven, zal het je tijdens het leren soms meezitten en soms tegen. Probeer niet te veel energie te steken in de negatieve ervaringen. Heel jammer van de onvoldoende voor die toets. Maar wat kun je ervan leren? Hoe kun je zorgen dat het de volgende keer beter gaat? Wat ging er wel goed in je voorbereiding? Benoem dat, je mag er best trots op zijn. En waar kun je jezelf nog verbeteren? Hoe ga je dat doen en welke hulp heb je hierbij nodig? Met een positieve instelling ga je heel veel kunnen bereiken. Als je alles in je eentje zou moeten doen, dan waren er geen scholen geweest. Bedenk dat docenten er zijn om je te steunen, niet om je neer te halen. Soms is het niet leuk om door een docent gewezen te worden op verbeterpunten, maar probeer dat altijd op te vatten als opbouwende kritiek. Leer van je fouten en leer van het advies van anderen. En dan is je docent niet de enige. Vaak kunnen klasgenoten elkaar ook hele goede adviezen geven. Aarzel ook nooit om advies te vragen als je met een probleem zit. Een goede voorbereiding is het halve werk, luidt het gezegde. Dit geldt ook zeker wanneer je iets wil leren. Natuurlijk zorg je dat je al je spullen bij je hebt, maar goed voorbereid betekent ook je weet waar de les over gaat, je hebt de lesstof al doorgenomen en je hebt eventuele vragen opgeschreven. Wanneer je goed voorbereid begint, kun je veel meer halen uit dezelfde les in dezelfde tijd. Pure winst! Het is verleidelijk om je boeken dicht te klappen wanneer je klaar bent met je schoolwerk. Maar waarom zou je niet nog even doorgaan? Zeker wanneer je voor blijkt te liggen op je planning. Je hebt jezelf al goed getraind, misschien dat die moeilijke plusopgave je nu ook lukt. Of zet eens onder elkaar wat de belangrijkste zaken zijn geweest die je hebt geleerd over dit onderwerp. Welke vragen heb je nog? Dit soort activiteiten zijn quality time. Je doet ze puur omdat jij dat wilt. En bedenk dat er veel mooie dingen zijn gebeurd doordat mensen juist meer deden dan van ze gevraagd werd. Leren is een actief werkwoord. Goed en effectief leren betekent in de praktijk ook vooral goed werken. Deze acht tips gaan je daarbij helpen. Bedankt voor het kijken en succes met leren.